We zijn inmiddels al meer dan 100 jaar oud en het is eigenlijk begonnen in der tijd als een geweerschuttersvereniging ook een weerbaarheidsvereniging heette dat in de tijd. Kreeg ook van overheidsweren kreeg je ook munitie verstrekt en wapens verstrekt, maar het is geleidelijk allemaal veranderd. Na de oorlog begon hier ook het kleinkalibergeweer schieten een beetje op te komen. En geleidelijk aan is het ook met luchtgeweer en perslucht, allerlei andere wapenvormen zijn ook geleidelijk aangekomen. En pistoolschieten is ook, voor zover ik weet, aanvankelijk, maar door weinig beoefend. En dat is geleidelijk aan wel steeds meer een van de disciplines geworden waar de vereniging op draait, het pistoolschieten. Ja. Kanonnen geschoten? Nee, hiernaast wordt dus nou op dit moment met hagel geschoten. We zijn eigenlijk een van de weinige, misschien wel de enige indoor kleiduivenbaan dus, zeg maar. En er wordt dus op kleiduiven geschoten, dus binnenshuis om maar zo te zeggen, ja. Oké. Moet je een vergunning hebben? Ja, je moet erg veel vergunningen hebben in feite. Dus je bedoelt als vereniging of als schutter, dus beide. Maar een schutter moet eerst, wil je als lid in Amerika komen, moet je eerst een half jaar aspirantlid zijn. En dan moet je een verklaring omtrent gedrag hebben. En dan moet je, voordat je een eigen wapen kunt aanschaffen, moet je nog weer een jaar lid zijn. En dan, maar dat staat allemaal vermeld in de wet wapens munitie. En dan de circulaire, de laatste circulaire geldt dan in dit geval. En er zijn volgens mij bij die wet wapen munitie zijn inmiddels al wel 4 of 5 keer is er een nieuwe circulaire uitgekomen. En ze worden steeds strenger met de eisen. Het loopt volgens mij ook een beetje voor de muziek uit hoor. Dus die indruk heb ik eigenlijk wel. Ja. Ik vind dat ze te streng zijn. Ja, feitelijk wel. Ja. Dat, nee, maar als je... er is gelukkig maar één keer een heel naar ongeval geweest in Alphen aan de Rijn. Dat had nooit mogen gebeuren, daar ben ik het helemaal mee eens. Maar de consequenties die wij nu allemaal voelen daaruit, gaat mij soms een beetje te ver. Met luchtbugs hebben we dat goed voor elkaar met de Twentse Bond van Luchtbugschutters. Dus de BTLS, die is heel actief in Twente. Daar doen wij ook actief in mee. Met de pistoolschutters hebben wij onder andere de actiongroep die u nu op de achtergrond hoort. Die schieten erg veel patronen achter elkaar af. En we hebben ook nog allerlei andere vormen van pistoolschieten en geweerschieten. We hebben eigenlijk in die zin heel veel mogelijkheden bij ons op de vereniging. Omdat wij ook al die banen hebben. We hebben één keer per jaar een Zwart Kruiddag. In dit geval valt het net in het hemelvaartsweekend. En dan hopen wij dat er ook weer heel veel mensen komen uit den landen en ook nog uit het buitenland komen, nog wel sommige schutters. Dat is, en dan wordt er inderdaad op deze baan, op de pistoolbaan en op de geweerbaan intensief Zwart Kruid geschoten. En dan is er hierbij is er ook maken we ook een soort camping met allerlei wigwams en toestanden. Dus dat wordt helemaal in de sfeer van het Wilde Westen wordt uiteindelijk een beetje opgetuigd. Iedereen kan komen kijken, ja. Mooi, dank u wel. Graag gedaan.